Goedemiddag beste mensen, ik ga vandaag een instructiefilmpje geven over vier buikspieroefeningen. De eerste is een plank. Belangrijk hierbij is dat we onze voorarmen, daar gaan we op steunen. Die doen we onder onze schouders. Onze bilspieren en buikspieren spannen we aan. Dit doen we 30 secondjes. En heel belangrijk hierbij is dat we niet gaan doorzaken door, zoals ik net zei, de buikspieren en de bilspieren aan te spannen. Goed, de tweede oefening zijn crunches. Hierbij is het belangrijk dat we op een zachte ondergrond gaan liggen. Met de knieën ietsje hoger. We doen onze handen achter onze oren, zodat onze schouders breed zijn. Vervolgens doen we onze kin, dat die naar boven wijst. En dan gaan we rustig naar boven en weer terug. Belangrijk hierbij is dat we niet onze kin tegen onze nek doen. Dus zo, dan komt er veel te veel spanning op onze rug en op onze schouders. Dus we gaan het doen zoals ik nu ga voordoen. Goed, de derde oefening, dat is de app-roller. Daar gebruiken we dit mooi speelgoedje bij. Wat doen we? We zetten onze knieën op het matje. En vervolgens rollen we zo ver mogelijk uit, zoals dit. Vervolgens gaan we terug, maar niet helemaal tot ruststand. Zodat er spanning blijft op onze buikspieren. En dit herhalen we een aantal keer. De laatste oefening zijn leg raises. Hierbij is het belangrijk dat we onze rug weer op een zacht ondergrond doen. We beginnen met onze handen naast ons lichaam gestrekt en onze benen op de grond. Vervolgens brengen we onze benen tot loodrecht en laten we ze rustig vallen tot ongeveer 5 centimeter boven de grond. Dit doen we een aantal keer. Goed, dit waren mijn vier buikspieroefeningen en nu kunnen jullie aan de slag. Bedankt voor het luisteren.